Wow, sweat. Ik klim met je warm hier aan. Hey, Klim! Hey! Ja, het is warm hier aan. Het is snikheet. 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 Come on, tuurlijk moest die gedaan worden. Oui, frérot. Come on, man. Oprecht. Het is gewoon een legend, man. Easy mat. Zo beginnen wij deze video. Lekker genieten. Lachen. Oké, het is het is eigenlijk geen geintje. Het is gewoon super warm. Wij hebben Rivals Rewards, wij hebben Weekend League Rewards. Ik heb gestreden, mensen. Hey, zo, die coins, jongen. Karig. Ik heb gestreden, mensen. De guys die aanwezig waren. Ik begon zondagnacht. Om 1:30 begon ik. Ik ging 1-0. Had nog 29 games te gaan. Jawel. En waarom? Waarom begon ik überhaupt aan de Weekend League? Ik ging live. S'nachts. Mensen, eerlijk. Dat ik live ga in de nacht. Dat is gewoon een unicum. Gebeurt niet. En waarom? Voor deze spelers. Team of the Season spelers. Come on, man. Voor League A. Het is bijna klaar, mensen. Nog eventjes. Nog één Weekend League. Ultimate Team of the Season. Misschien content richting het EK. Maar zou je dan weer FIFA gaan spelen? Dat is echt een vraag aan jullie. Dus als er content komt rondom het EK, gaan jullie dan weer spelen? Oprecht een heel goede vraag. Maar goed, voordat wij de rewards openen. Ben Yedder, man. Die zou ik echt in mijn pack willen hebben. Jawel. Ja. Ik vertel jullie zometeen meer over die Weekend League, welke packs we gaan openen. Ik neem jullie mee. Mensen, wij gaan die rewards gaan openen. Eigenlijk, ja, normaal praat ik heel veel, maar hoeft even niet. Abonneren kan natuurlijk, als je nieuw bent. Dat zou ik heel erg waarderen. Druk even massaal op die abonneerknop. Deel het met je vrienden, zou ik tof vinden. En een duimpje omhoog. Like die video nou even, like het eventjes. En dan, gaan wij gewoon die pack openen. Ja, beloningen beschikbaar. We klikken. Yes, sir. We klikken. Wat gaan we doen? Zeldzaam megapakket, 4 zeldzaam. Ja, bro, untradable. Who cares? Wat kan met die iconpakketjes dan, die SBC's? Waar zijn die dan? Content wordt ons ook gewoon niet gegund, hè. Fuck, ik mag geen 100k abonnees halen van... Maakt niet uit. Het komt helemaal goed. We gaan er iets anders op verzinnen. See? Dan gaan we lekker door, man. Ik zeg eerlijk... Oh, mijn fles water is leeg. Oh, die is wel taai. Ja, kijk, ik zal jullie vertellen. We hebben gestreden. Luister dan. Ja, trouwens, jullie hebben die video wel gezien. Ik heb er een video over gemaakt. Jawel. Uiteindelijk stopte ik bij 23-3. Ik kreeg mijn derde los van CR7 Airlines. Die met Team of the Year Chris heel de tijd hoge ballen vanaf de kick-off aan het geven was. En hij kopte hem van rand 16, kopte hij hem binnen. Maar dat was om 5:30 ochtends. Was dat net even iets te veel voor mij. Toen dacht ik, weet je wat? Pling! Zet die console uit. En ga lekker horizontaal. We gingen lekker naar bed, jongens. Dus ik heb hem op Elite gezet. Ja, wat is het verschil tussen Elite... Elite 3, 2, ja, 1 ook. Wat is het verschil, man? 300k meer? Nou, oké, Elite 1 had misschien nog wel. Maar goed, het was echt... Het was too much for me. Het was een trauma. Dat was hem. Oké, we hebben 3 player picks. We hebben wel gestreden, man. We zijn 1:30 s'nachts begonnen. We hebben heel de... Oké, don't try this at home. Ik ga het zeker niet nog een keer doen. Ultimate Tots moet ik wel beter plannen, though. Dat, ook al is het druk weer komend weekend. We gaan even kijken hoe we dat gaan fixen, hè. Player picks, ik praat veel te veel. Goed. Hey, kijk. Oh, dit is motion. Oké, maar zo, nadat je 5-star skill moet 5-star weak voelen. Ja, sorry. Die Maria, eerlijk is eerlijk, hoe hard ik jou ook vind, bro. Maar hey, iemand die 5-5... Wacht, laat me even kieken, man. Wij gaan even kijken, want voordat ik... Wacht, hoeveel is Nani waard? Nani. Oké, ja, man. Nani is 8 ton waard. Sowieso dat we voor Nani gaan. Zou dat naar die Maria ook? Leuke kaart. Maar Nani, 5-star skill moves, 5-star weak foot. See? Laten we iemand testen komend weekend. Oké. De eerste player pick. Zijn we tevreden? Tevreden mee. 8 ton. Marquinhos erbij. Kijk eens. Marquinhos. Ook te gebruiken, man. Ook bruikbaar. See? Nou, deze player picks ben ik zeker tevreden over. En hier is die. Neymar. Heel de tijd navels. Hey, Tavernier heeft een topskaartje ook. Lucas Paqueta. Het is dat zijn... Zijn verdedigende statistieken zijn niet heel stabiel. Het is wel een... Oké, hij normaal 1,80. Nee, ik heb Aouar al gehaald, hè. Vergeet dat niet. Tavernier op rechtsback. Laat ik Tavernier even in mijn squad gooien. Oké, mensen. Deze player picks? Zijn we tevreden over? Wat is Tavernier waard dan? Tavernier. Even kijken, maar want je hebt Nani van 8 ton. Je hebt Marquinhos van 3 ton. Zit je op 1 punt. Ja, 1.1. Tavernier 4 ton hier. 1,5 mil. Zo, player picks. De waarde van 1,5 mil. Nou,
Zeker niet slecht. Oké, mensen, dit kan de laatste keer zijn in FIFA 21 dat wij ons kwalificeren voor de Weekend League. Jij was, we zijn geregistreerd. Ongelooflijk. Oh, wauw. Op naar FIFA 22. Another one. Oké, 6 packs. Nou, laten we er gewoon snel doorheen gaan, man. Want ik verwacht... Wacht, ik... kan ik mijn flesje water vullen? Terwijl die... Is het een walkout of niet? Als het geen walkout is... Nee, geen walkout. Ik vul mijn flesje water. Laatste 3 packs. Ja, die andere zijn niet relevant. Oprecht. Fuck maar die packs. Hallo. Kijk, hè, daar is die. Walkoutje. Niet eens een blauwe flare. Fuck. Geen totskaart. Zeg maar niet Duits. CM. Kreuz. Toni Kreuz. Real Madrid, weliswaar. Hey. We zijn wel Madrilene. Come on, man. We zijn wel Madrilene. Carlo Ancelotti is back. Oh. La Duodecima. Oh, wat een tijden, man. Onder Carlo. Wat een tijden. Sowieso ook respect naar Zizou. Zidane, daar niet van. Zijn er nog SBC's die we kunnen doen? Want ja, zo'n Kroos kon je best wel in een SBC gooien, toch? Nou, prima. Premium League en tot pakket. Tot. Oké, we hebben geklikt. Walkoutje, uiteraard. Blauwe flair, tromgeroffel, welke vlag, dames en heren, zijn we geblest? Franse vlag, spits. Bamba! Bamba is een win. Aha! Oké. Want weten jullie waarom? Bamba is en tantoe snel, maar echt tantoe snel, 99 pace, maar heeft ook, daar kwam ik dus vandaag achter, 5-star skill moves. Oké, hij is 5 ton. Tradable ook wel. Dus ik zou hem eventueel kunnen verkopen. We kunnen hem gebruiken. Wat zeggen jullie? Gebruiken of verkopen? Oké, Bamba dan. 5-star skill moves. Maar wat zit er nog achter? Oh ja, tuurlijk. Ik was helemaal vergeten dat de highest rated speler is 92. Oké, dus hier gaan we het gewoon niet over hebben. Oké, we hebben Bamba, man. Dat is die man waar we het gewoon... Kijk, dan kun je die gewoon beter bewaren eigenlijk. Beter wel. Wacht, is die andere untradable? Tradable, ja. Oké, dus dan moeten we deze gewoon verkopen, man. Bamba, even kijken wat ik daarmee ga doen, man. Ga ik hem verkopen, hou ik hem? Gaan we met hem spelen of verkopen we hem? Moeten we even checken. Dames en heren, de outro hou ik lekker kort. Als jij nieuw bent, je kunt uiteraard abonneren. Dit zijn de laatste FIFA-video's. Nou, niet de laatste FIFA-video's, maar je snapt wat ik bedoel. Omtrent de Weekend League Rewards, dat is wel zo. Duimpjes omhoog worden gewaardeerd. Nou, ik heb eigenlijk de belangrijkste dingen wel verteld in de video, dus ik ga het zeker niet herhalen. Ik moet nog steeds teams review van kijkers uploaden. Dit is mijn Instagram, Aristot Nuno sowieso. Love, iedereen. Ja, Bamba, man. Bamba. En we gaan Mbappé halen. Cristiano op de transferlist. Hebben weer coins. Dat was hem voor vandaag. Dank jullie wel voor het kijken. Zoals altijd zeg ik, doe relax. Take it easy. Ciao.